Man, de Friends Cassie, welkom bij een nieuwe update. Mijn naam is Cas Milde. Yeah, het is een beautiful day. Het is een mooie dag. De zon schijnt. Ik ben zo net naar de kapper geweest. En ja, ik heb een lekker koud. In ieder geval, welkom bij een nieuwe update. Vandaag hebben we weer een toernooi in Bedum met mijn team. Het kampioenenteam. Ik denk niet dat we misschien weer tweede worden voor de keer buiten. Ook al niet soepel. Ja, welkom bij een nieuwe update. Nog maar 6 weken en dan zijn de zomervlogs uit. Ik ben al helemaal klaar voor alles. Shit is al geregeld. Het is alleen nog even afwachten. Ik heb er super veel zin in ieder geval. Jullie verzekeren ook. En ja. In ieder geval, yeah. Vandaag bij de update. Ik heb weer lekker 3 keer in de week beste spellen geüpload. Even kijken, wat was dat ook weer? Nee. Fuck. Thank you online. Bubble shooter en. Oh nee! Vrije trappen. Bubble shooter en uphill rish. Ik vond uphill rish 7 vond ik echt een kutspel! Nee, serieus. In ieder geval 3 keer in de week beste spellen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat uiteindelijk weer, ja. Maar wat can I say? Spellen op mijn kanaal komen. Ja, het is niet de beste kwaliteit. Maar ja, ik heb geen zin om mijn doekoes om. Om mijn apparatuur uit te geven. Daar heb ik wel andere dingen voor om te kopen. Ja, dat was het nieuws van deze week. Het nieuws van deze week. Ja. Veel. Playboy, kopen nu. Ja, dit is echt hele goede Playboy. Je moet het kopen voor maar 3,95 bij de kruidvat. Echt, dat is echt super mooi. Psst, psst, kijk die video. En af van de Emma Webshow. Wat een kusvideo was dat. Ja. Kijk. Oh, ik zie dat er ook niet. Het rookt. Oh! Je zin het er ook niet. Oh, toi. What the fuck? Laat mij eens vertellen over de 2 illegale dingen die ik ooit een keer in mijn leven heb gedaan. Laten we beginnen. Ik weet even niks om te vertellen, maar toch. Nummer 1. Ik was een keer met een paar vrienden op stap. Waar gingen we heen? We gingen naar het voetbalveld. Achter het voetbalveld, daar was een land van een boer. En die zat ook bij mij in de klas. Dus wat deden we? We gingen erheen. Sprongen met z'n allen over de sloot. Allemaal sneaky, sneaky, sneaky. En om de deur zaten 2 van ons, die zaten onder de kar. Onderaan zat zo'n kar daar. Toen zaten er nog 4 op de hooibaal. Er stond een soort van piramide van hooibaal. Daar zaten we gewoon te chillen voor wat een uur, half uur, anderhalf uur. Yeah. En om het duur komt er een trekker aan. Iedereen, wat de fuck, moet die weg, moet die weg, moet die weg. Iedereen snel vandoor. Die boer hadden ze zo al gespat. Wij moesten dus met z'n allen over de sloot. En 1 was fucking traag en we waren betrapt. Die boer die komt eraan. Nou, gelukkig zijn we er afgekomen met de waarschuwing. En ja. Dan is er nog politie bij mij, bij de buren gekomen. Ja, de 2 buurjongens van mijn opa en oma. Die waren toen ook op die reis meegegaan. En daar is de politie geweest. En bij mij is alleen de buurvrouw geweest. Fucking hell, man. Maar de buur is politie geweest. Ik ben er echt lightly afgekomen. Ja. Yeah. Nog een keer. Nog een valtje.
Oké, dit is nog niet zo lang geleden. Dit was vorig jaar in de zomervakantie. Je weet nog wel dat ik met mijn oma op vakantie was in piep, ga ik niet zeggen. We waren daar dus bij een blokker slash oude smederij, heette dat ding. Ja? Nou, daar kon je dus naar boven. Je kon daar, er zat een nasgang. En daaronder was een soort van kelder. Volgens mij was dat een soort tweede winkel, wat erbij hoorde. Oké, ik zag dit. Oh, ik laat hem vallen. Ik zag deze portemonnee daar liggen. Ik denk van, what the fuck is dit voor ding? Dit is toch helemaal niks waard? Ik denk van, wacht hem even. Ik deed hem zo door die deur. Ik dacht dat het detectiepoortje was. Gingen geen detectiepoortjes af. Dus ik ga zo naar buiten. En er stond buiten zo'n rek met harken. Ik leg hem erop. Ik wacht tot mijn oma klaar is. In de winkel. Lopende bouw. Of ik. Oh nee, maar oma was het afruiken. Ik rolde snel naar buiten. Doe mijn tas open. Pats! Doe mijn tas. Gratis portemonnee. Toen ik thuis was, toen schrok ik mij de pletten. Ik denk, hier zal wel geen prijskaartje op staan. We zullen nooit weten wat de waarde hiervoor was. Maar, hoeveel waarde heeft dit ding? €8,95. Bijna €9. Ik dacht, ik neem iets onschuldigs mee. Neem ik iets van bijna €10 mee. What the fuck? En ik gebruik hem ook niet nooit. In ieder geval, ja, €9. Ik zal deze altijd ophouden zodat ik kan zien hoe duur dit ding was. Fucking hell. Er zat er nou ook maar geld in. Ja, man, dat waren de twee illegale verhalen van mij. €9, fucking hell. Wel duur voor zo'n klote ding hoor. Check dit dan, what the fuck is dit? Wat is dit dan? Wat moet je het voorstellen? Ja, een kinderportemonnee. Maar voor €9, dat kun je toch niet... Nee, oké, maar ik ga dat nooit meer doen. Het is wel gelukt. Ze hebben het ook nooit geweten. En gelukkig was het ergens een vakantieplaats. Dus ze zijn bakvet. Huh? Zo'n bakvet door het raam in tanden. Zie je deur, zie je hier ook. Nee, dat ga ik niet vertellen. Voor yeah. En oh ja, ik heb fucking vaak veel te veel vuurwerk afgesteken. Een keer. Even kijken, dat was toen vorig jaar. Wat? Nee, oh, fucking piece of motherfucking shit. Dit jaar was het op vrijdag. Dus dan moet het vorig jaar op een. Nee. Iets van woensdag, denk ik. Ik denk dat het woensdag was. Toen hadden wij, maandag, dinsdag, voor me hadden wij 3 dagen of 4 dagen van tevoren, had ik mijn kerel al vuurwerk afgestoken. Is dat illegaal? Weet ik niet, maar het mag niet. Dat heb ik dus nog veel vaker gedaan. En stel je voor, wildplassen, dat je daar geen boete voor kreeg, maar dat je het geld kreeg wat de boete was, dan was het niet miljonair geweest. Zo vaak wildplas ik. Fucking mijn opa, mijn opa is al 1 keer betrapt. Ik 0 keer. Uit. Oh ja, en ook voor afvaldumpen. Als ik dat geld kreeg van die boete. Ook. Ik ben er wel 1 keer. 1 fucking keer. Had ik een blikje Fanta. Die had ik op. Ik doe dat ding. Ik verfrommel dat ding. Ik gooi hem in de lucht. Pats, ik knal hem weg. In 1 keer komt er toevallig een politieauto aan. Heeft niks gezien. What the fuck? Toevallig gewoon. Een politieauto kwam er langs. Die dat had gezien. Was ik fucked geweest. Ik ben heel vaak aangesproken voor afvaldumpen. Afvaldumpen. Ook hier. Met Stijn. En met zo'n blikje cola. Pats gewoon op de grond en wegwezen. Toen had ik de week daarvoor nog een blikje energy drink. Bullet. Pats. Ook er. En ik doe niet stoer, maar dit zijn gewoon feiten voor mij. We doen allemaal wel eens illegale dingen. Waarvoor me al dikke boetes hebben kunnen gekregen. Ik had hiervoor een strafblad kunnen krijgen. Ja. Ja. Yeah. Dat was het verhaal van de illegale dingen met kas. Niet stoer. Ik doe niet stoer. In ieder geval, misschien kunnen jullie mij even helpen. Ik heb het dingetje op mijn verjaardag gekregen. Ik heb het toen ook weer vlag laten zien. In ieder geval, ik kreeg hem niet meer open. Volgens mij moet hij zo open. Hier. Dus ik kom even zo open.
Doe ik ook, maar dan krijg ik het niet los. Misschien weten jullie hoe die ding los moet. Laat het even weten in de reacties. Als je weet hoe die ding los moet. Want ik moet hem voor de vakantie, als Karel hier dan weer komt. Oh mijn god, Karel, vet laat dit je huis goed heb. Voor mij pas aan het einde of zo. In ieder geval voordat ik met mijn moeder op vakantie ga. En met mijn oma en met mijn vader. Oh ja, weet je hoe lang het geleden was dus dat ik dat gezegd heb? Januari, en het is nu al bijna zover. Ja, oh ja, hoe zei ik dat ook weer? Portugal met de fucking file en de zwembad, hey! Nu is het gewoon bijna zover. In ieder geval, laat me weer reacties weten hoe ik hem open moet maken. En ik sluit de update hiermee af, want wij hebben straks een huldiging. Oh, dat we kampioen zijn. Van wij alle kampioenen krijgen een huldiging. Wij ook. Krijgen een medaille. Ja, man. Twee spelers uit je team die zijn kampioen geworden. Jullie niet. Ja, en daarom heb ik dus ook de laatste wed gescoord. En zij en één van hun. Of nee, laat ik gewoon. Dat was zo'n kut. Dat was zo'n reactie. Je Annie en Manny hebben kampioen geworden. Jullie niet. Ja. En dat zou, daarom heb ik ook gescoord die laatste wedstrijd. En die Ali heeft maar één keer in die wedstrijd gescoord. Ja, lekker logisch, jongen. Lekker logisch. Lekker hoor. Hij heeft maar één keer gescoord. Die andere ging al net niet mee. Ik had verwacht die scoorde van twee. Hij scoorde maar één. En hij heeft ook nog één bal op mij afgelegd. Dus shut the fuck up. Oh ja, nog één ding. Ik heb geen strike gekregen. Het gaat rond dat ik een strike heb gekregen. Maar dat heb ik dus niet. Ik heb dat vaker gehad. Ook met vlogs. Dus tweede keer voor mij al dat ik dat krijg. Dus dat zou betekenen dat ik 2 weken die kon uploaden. Is niet zo. Het is geen strike. Nee, het is geen strike. In ieder geval, ze zijn er wel veel strenger op het moment mee als je copyright muziek. Ik heb gisteren. Er kwam zo'n video komen over de top 10 meest afgespeelde liedjes op mijn telefoon. Heb ik eerst op Xbox Play geüpload om te kijken of je geen copyright claims hebt. Gelijk allemaal drie keer gespot. Klaar, ze zijn fucking opletterig op dit moment. Dus ik ga alles eerst op Xbox Play uploaden, wat mijn copyright. Dan is er niks aan de hand, dan upload ik op Samuel. Als Xbox Play wordt gestrikt 3 keer, verdwijnt fuck je, wat zijn mijn boeien. In ieder geval, dit was de update, dankjewel voor het kijken. Ik heb geen strike, we hebben straks een huldiging. Doei! En geef een blauw duimpje, abonneer even. 140 abonnees, hè. Mooi!